Als het goed is, hebben jullie even een projectweek. Ja. Als het goed is, heb je gisteren het projectweekboekje al aardig doorgekeken. En misschien heb je dat thuis nog even verder ingekeken. En wij hopen heel erg dat het jullie gelukt is om daar een keuze in te maken. En als dat nou gelukt is, hè? Als je dan denkt, van, nou, ik weet eigenlijk wel wat ik wil. Kun je dan uitleggen niet wat je wil? Dat kan me niet zoveel schelen. Maar hoe je tot die keuze bent gekomen? Dus hoe ben je uitgekomen waar je bij bent uitgekomen? Ik heb nog niet gekozen, maar ik ben wel bij eentje uitgekomen omdat het me aanspreekt. Omdat het je aanspreekt dat je denkt, van dit klinkt leuk. Ja. Ja, een hele goede reden. Maar het was wel zo'n heel zo actief ding kon je niet doen. Ja, daar zitten allemaal wat haken en ogen aan waarom ze die voor IEM niet hebben opgezet. Dat is soms een beetje lastig, ja. En voor jou, Benen? Ik heb twee dingen gevonden die me aanspreken, want ik scrolde gewoon een beetje door de lijst en toen... Spreek er iets uit waarvan je dacht, ja dit. Ja. Ja, cool. Ik keek naar die omschrijvingen. En toen heb ik gewoon uitgekozen wat mij het leukst leek. Ja, en dat is een soort afgestreept in gedachten van nou, dat niet en dat niet. Oh, dit blijft ook. Oh, dit is eigenlijk wel het leukste. Ja. Oké, mooi. Merel? Nee, ik heb eerst een vraag. Want is ook zeg maar bij het schaken zeg maar wel leuk, alleen je kan niet schaken. Kan dat dan ook zeg maar dat je dan... Moet je even dadelijk... Ik denk dat je het zegt wel. Nee. Want volgens mij gaan ze het je gewoon leren daar. Laat me leren. Als ik het goed weet. Ik kan het je ook leren. En het staat misschien in de omschrijving wel, en het is ook nog wel mogelijk, want we gaan nog wel over het klassieke spelen. Als je denkt van nou, hey, ik vraag even aan iemand, wil je mij weer schaken? Dan kun je het alvast, dan kan het ook. Oké. Maar ik vind het belangrijk dat je zegt van het leek me leuk. Nou, volgens mij is dat een hele goede reden om het gewoon te doen. Ja. Mag ik vingers zien? Wie van jullie heeft er al wel eens geschaakt? Heel vaak. Kijk eens aan. En wie, vinger hoger naar beneden, wie van jullie heeft er wel eens echt in een clubverband op een vereniging geschaakt. Dat doen we nu nog steeds. 1, 2, 3, 4. En wie zegt, ja, ik heb dat nog nooit in clubverband gedaan, maar ik heb wel dusdanig vaak geschaakt dat ik het uit zou kunnen leggen aan iemand anders. Ja, maar ik kan het nog steeds uitleggen. Oké. Merel, mocht jij dus in de komende weken denken, gut, ik zou wel eens een potje willen schaken, kan iemand mij dat uitleggen? Ik denk dat je mensen kunt vinden. Benut dat vooral. Ja, dat is natuurlijk wel het spierproject gaan doen zonder het kennen. Maar als je het toevallig al wel een beetje weet, hey, alleen maar handig. Dus kun je.